NEC bereidt zich voor op het thuisduel tegen SC Cambuur. Zaterdag in Alkmaar speelde NEC gelijk tegen AZ. Een 0-1 voorsprong werd 20 seconden voor het einde uit handen gegeven. Toch hoefde trainer Meijer zijn mannen niet extra op te peppen. Nee, dat viel wel mee. We waren wel teleurgesteld na de wedstrijd, maar de dag daarna waren we vrij. We waren laat thuis en we waren vrij, dus viel op zich wel mee. Als je zo'n, ik denk, verdedigend goede wedstrijd speelt en het zo lang volhoudt, dan is het denk ik extra zuur dat je hem in de allerlaatste minuut tegenkrijgt. Tafsan die haakt weer aan, maar ja, Okita die missen we dan weer. Ja, klopt. Dus dat is stuivertje wisselen. Elias is weer fit, heeft de hele week meegetraind. En Jonathan is niet fit, dus ja, kan hij niet spelen. Keeper Matthijs Brandenhorst is dit seizoen een stabiele factor bij NEC. Ook tegen AZ hield hij zijn ploeg weer een aantal keer op de been. Toch vindt Brandenhorst zelf dat het nog altijd beter kan. Sowieso in de details kan er nog heel veel beter. Maar ik merk gewoon dat ik weet... Ja, ik weet dat ik kan. Ik denk dat ik stabiel presteer. Dat ik geen hoge pieken, diepe dalen heb. Maar in principe bijna elke wedstrijd wel een beetje hetzelfde niveau haal. En ik denk dat mijn niveau is. Heb je dan ook een goede collega aan Danny Vukovic? Oh, zeker. En ook aan Robin Roefs en met Marco van Duin erbij. Dat gaat echt super. Goede samenwerking en goede sfeer onder de keepers. En Dat is heel fijn om met die jongens samen te werken. Cambuur en NEC staan in punten bijna gelijk. Dit lijkt dus een extra belangrijke wedstrijd te zijn. Maar dat ziet trainer Meijer toch anders. Het is niks meer of minder belangrijk dan vorige wedstrijd. We willen graag zien tegen Cambuur wat we doen. Het is een goede ploeg, lastig te bespelen, maar we hebben wel vertrouwen in. Ja, wat verwacht je nou van je ploeg morgen? Hoe gaan jullie Cambuur bestrijden? Ja, dat hou ik nog even voor mezelf hoe we dat gaan bestrijden. Maar uiteindelijk weet je wat de kwaliteit van Cambuur is. Een ploeg met veel beweging, snelheid voorop. Dus daar zullen we ons tegen moeten wapenen. En dat hebben we geprobeerd deze week met elkaar te bespreken en te trainen. En morgen zul jij het hopelijk zien. NEC en Cambuur Leeuwarden trappen vrijdagavond af om 8:00. De wedstrijd is natuurlijk live te volgen bij RN7.